We hebben gezien wat die menigte, die boze menigte, aangericht heeft. Ik moet zeggen, het had ook wel zo zijn komische aspecten. Met name de kleding van diverse van deze kapitoolbestormers was toch wel zodanig operetteachtig dat het ook wel een beetje entertainment was. Dan zei ik het hele probleem met Donald Trump. Het is natuurlijk een schandelijke boef en zo, maar het is ook wat betreft de politiek wel een soort super entertainer. In die zin hoorde ik al mensen zeggen, nou, we gaan hem toch wel missen met die suffe Biden. Ik weet niet of ze dat serieus meenden, maar je kunt je er wel iets bij voorstellen. Nu de vraag, gaat die impeachment, gaat dat wat worden? Nogmaals, vanuit het huis is de impeachment is er al. De impeachment wordt door het huis georganiseerd op basis van één aanklacht in dit geval. En de aanklacht is opruiing met vervolgend daarop geweld tegen de Amerikaanse constitutionele en politieke orde. Naar mijn idee een hele terechte aanklacht. Maar als het huis een article of impeachment heeft opgesteld en daarvoor heeft gestemd, dat spreekt, dus dan moet een meerderheid in het huis zijn voor dat article of impeachment, dan wordt dat gestuurd naar de Senaat. En het is de Senaat die eigenlijk zit als rechtbank over degene die aangeklaagd is met dat article of impeachment. En de Senaat moet in principe degene waar het over gaat veroordeeld worden. Maar voor die veroordeling is een 2/3 meerderheid in de Senaat nodig. De huidige leider van de Senaat, Mitch McConnell, heeft al gezegd van ja, ik begin daar niet aan voor de 19e of de 20e januari. Dus dat betekent dat dat impeachmentproces in feite zou worden voortgezet nadat Biden al geïnaugureerd is als de nieuwe president. Hoe dat precies gaat aflopen, dat zou ik u niet kunnen zeggen. In principe zijn er 17 republikeinse stemmen nodig om te komen tot die 67 leden van de Senaat en dus een 2/3 meerderheid. Want vanwege de recente verkiezingen is het in de Senaat nu 50-50. Dus wat er met de oude president gaat gebeuren, dat weet ik niet precies. Dat weet in feite niemand precies. Mij zou het verbazen als die daadwerkelijk zou worden veroordeeld. Er zijn mensen die zeggen, als die wordt veroordeeld, dan is het ook mogelijk voor de Senaat om eventueel in nog een andere uitspraak te zeggen dat die niet langer geschikt is voor federale ambten. En dat zou betekenen natuurlijk dat hij niet in 2024 zich opnieuw kandidaat zou kunnen stellen. Want dat kan hij nog steeds. Hij heeft maar één termijn gehad. Hij mag er twee hebben. Dus hij kan zich in principe in 24 kandidaat stellen. Behalve als de Senaat zou besluiten om hem uit te sluiten van federale ambten. Dat ligt overigens ook gecompliceerd, want dat is nooit eerder in de geschiedenis gebeurd. Dus dat. Er zijn ook mensen die zeggen, nou, we weten eigenlijk niet of dat wel kan. En dat zou misschien een zaak zijn die tot aan het Supreme Court uitgevochten moet worden. Dus we moeten dat afwachten. Ik zelf overigens acht lang niet uitgesloten dat als dat niet gebeurt, dat Trump het in 2024 nog eens een keer zou proberen. Waarbij ik het, als alle situaties ongeveer hetzelfde blijven, niet uitgesloten acht, dat hij ook nog eens een keer voor de tweede keer zou kunnen winnen. Zou kunnen weer. Enigszins afhankelijk van hoe de 4 jaren van Biden zich zouden ontwikkelen, zich zullen ontwikkelen. Stel je voor, het economisch herstel vordert niet. Amerika blijft steken in halverwege herstel. Stel je voor, Biden overlijdt, niet uitgesloten. Hij is ouder dan ik, dus u begrijpt, het is een wrak in feite. Wat nu president van de Verenigde Staten wordt, dan wordt Kamala Harris het. Kamala Harris is een vrouw met een migratieachtergrond. Of die een kans zou maken tegen Trump in 24? Ik moet u zeggen, ik acht die kans betrekkelijk klein. Dit is allemaal pure speculatie. We kunnen daar in feite niets over zeggen. Dat geldt eigenlijk voor het hele thema van vanavond. Amerika, hoe nu verder? Ik weet dat natuurlijk ook niet precies. Als ik precies zou weten wat zich in de komende 4 jaar zou afspelen, dan zou ik hier niet zitten, maar dan zou ik de duurst betaalde adviseur van een soort van wereldregering zijn. En ik kan u verzekeren, dat ben ik niet. Gelukkig ook maar, het is waarschijnlijk helemaal niet fijn als je nauwkeurig zou weten hoe de komende 4 jaar in deze wereld en ook met mijzelf zouden verlopen.
Stel voor dat je plotseling ook zou weten dat je binnen 3 weken of ergens van de trap valt, iets verschrikkelijks breekt en na een afschuwelijk lijden in het ziekenhuis overlijdt op je 77ste. Dat zou ik eerlijk gezegd ook niet graag doen. Dus, nu over Biden en zijn vicepresident. Aan Kamala Harris is natuurlijk enorm veel aandacht aan besteed. Zij is de eerste vrouw die gekozen is als vicepresident, die dus wellicht een kansje heeft om zelf ook president te worden. Ik heb ook alweer gehoord dat zij een hele belangrijke en gewichtige functie zal krijgen en dat zij de president met van alles en nog wat zal bijstaan. Ik zou dat als ik u was niet al te serieus nemen. Dat horen we over alle vicepresidenten. Maar de werkelijkheid is eigenlijk dat ze niet zo verschrikkelijk veel te vertellen hebben. Dat ze soms zelfs schokkend buiten belangrijke zaken worden gehouden. Hun hoofdfunctie is en blijft om te wachten, geduldig te wachten tot de chef doodgaat. Want dan worden zij de chef. Daarvoor zijn ze er eigenlijk. Dus hoe belangrijk de rol van Kamala Harris gaat worden, en daar heb ik zo mijn twijfels over. Biden treedt natuurlijk aan op een moeilijk moment in de Amerikaanse geschiedenis. Daar hoeven we niet moeilijk over te doen. Dat betreft in de allereerste plaats natuurlijk de corona, de pandemie, die in Amerika nog steeds in hoge mate heerst. Dat zal aangepakt moeten worden. Ik neem aan dat Biden daar ook wel een speciale coronachef voor zal benoemen. En dat in principe een betere aanpak zal zijn dan Trump tot nu toe heeft gekozen. Eigenlijk heeft Trump het op geen enkel moment erg effectief aangepakt. Eerst zei hij dat er helemaal geen pandemie was. En toen zei hij dat het vanzelf overging en van alles en nog wat. Maar eigenlijk op het federale niveau is daar in Amerika niet zo verschrikkelijk veel aan gedaan. Dat gaat denk ik onder Biden veranderen. We moeten eerst even kijken wat precies de machtspolitieke situatie is waarin Biden zich bevindt. Hij heeft een hele redelijke overwinning behaald op Trump. Het verschil was, ik geloof, 8 miljoen stemmen ongeveer. Hij heeft bijvoorbeeld Georgia gewonnen, wat eigenlijk betrekkelijk uniek is. Dat was de afgelopen ruim 20 jaar niet meer gebeurd. Dus aan zijn overwinning, daar valt weinig op af te dingen. Bovendien heeft hij het voordeel dat in het Huis van Afgevaardigden een democratische meerderheid is. In de Senaat is het nu 50-50. En bij 50-50 in de Senaat brengt de vicepresident de beslissende stem uit. Dat is Kamala Harris. Dat wil dus zeggen dat de Senaat in de komende jaren georganiseerd zal worden door de Democraten. Dat is de grootste partij. Maar u begrijpt, bij 50-50, dat ligt natuurlijk, al te fantastische avonturen kun je dan ook niet permitteren bij 50-50. Het Hoge Rechtshof is solide in handen van zeer conservatieve figuren, dus daar hoeft Biden niet zo verschrikkelijk veel van te verwachten. Maar op zichzelf hebben de Democraten nu en het Witte Huis, en het Huis van Afgevaardigden, en de Senaat. Dat is voor 2 jaar, want in november van het jaar 2022 zullen opnieuw weer verkiezingen worden gehouden voor het hele huis en voor 1/3 van de Senaat. Dan is de kans, zeker bij dit type van tussentijdse verkiezingen, dat de Democraten 1 van die 3 mogelijkheden zullen verliezen. Dus of het huis of de Senaat, daar hoeft maar 1 senator in feite te sneuvelen en de poppen zijn al aan het dansen. Die kans is betrekkelijk groot. Dat betekent simpelweg dat als Biden belangrijke dingen wil doen, met belangrijke wetgeving wil komen, dan zal hij dat in de komende 2 jaar moeten doen. Want alleen in die komende 2 jaar domineert hij dus ook de 2 delen van het congres, de Senaat en het Huis van Afgevaardigden. Die zijn in principe bereid om met hem mee te werken. Zij het dat daar natuurlijk ook allerlei onzekere factoren in zitten met die 50-50 in de Senaat. Maar goed, dit is een window of opportunity, laten we het maar even zo noemen. Klassieke Nederlandse uitdrukking en iedereen begrijpt wat dat betekent. Want of die ook na 22 die 2 meerderheden zal hebben, dat weten we niet. Dat is betrekkelijk onzeker. Dus hij moet nu handelen. Hij moet ook zo snel mogelijk uit de start blokken. En dan is de vraag, wat staat hem eigenlijk precies te doen als president? De macht van de president is betrekkelijk groot.
Zeker in de binnenlandse politiek, of in de binnenlandse politiek wat minder dan in de buitenlandse politiek. Ik zal straks iets zeggen over de buitenlandse politiek. Laten we eerst eens kijken naar de binnenlandse politiek. Hij zal op een reeks van terreinen proberen om maatregelen die Trump getroffen heeft en die niet wettelijk gebaseerd zijn, dat heet de zogenaamde executive orders, om die terug te draaien. Op het eerste gezicht is dat heel simpel. Je kunt gewoon een nieuwe executive order maken waarbij je zegt dat de oude vervallen is. Maar op sommige punten is dat lastig. Ik zal maar zeggen, op de valreep hebben de Republikeinen nog vergunningen afgegeven voor olieboringen in natuurgebieden. Als dat eenmaal juridisch geregeld is, is het betrekkelijk lastig om dat soort van dingen weer terug te draaien. Ik heb begrepen dat de regering Trump zoveel mogelijk dingen klaar heeft gezet, nietwaar? Zodanig dat het voor Biden en zijn regering lastig is om het terug te draaien. Maar een hoop dingen kunnen worden teruggedraaid. Van groot belang is het benoemingenbeleid van Biden. Trump heeft allerlei benoemingen die hij had moeten doen. Die heeft hij jarenlang laten sloffen of hij heeft er hele wonderlijke figuren benoemd. Dus bij, laten we zeggen, de instelling die zich moet bezighouden met milieuvraagstukken, daar had hij dan een lobbyist voor de kolenindustrie benoemd. In deze orde van grootte waren zijn benoemingen, dat deugde werken vaak helemaal voor geen klap. Dat zal allemaal rechtgetrokken moeten worden. Ook die instellingen die eigenlijk door Trumps beleid beschadigd zijn, of waar een potje van heeft gemaakt, die moeten weer op de rails gezet worden. Die moeten hun normale taakopvatting weer verder kunnen uitvoeren. Dat is speelt op tal van terreinen, heeft Trump de boel gesaboteerd en overheidsbeleid of kapot gemaakt of onmogelijk gemaakt. De schade die Trump heeft aangericht is zeer aanzienlijk. Dat moet dus allemaal teruggedraaid worden. Omdat de Senaat in handen is van de Democraten nu, al is het dan die 50-50, zal het voor Biden iets makkelijker zijn om mensen te benoemen. Omdat een deel van de benoemingen van de president is afhankelijk van toestemming door een meerderheid van de Senaat. Dus dat, wat dat betreft zit het hem al mee. En dan zou je kunnen afvragen, wat moeten zijn doelstellingen zijn op de wat langere termijn? Waar heeft de Verenigde Staten feitelijk behoefte aan? In de allereerste plaats natuurlijk aan depolarisatie. Als je toch in feite een menigte zo gek kunt krijgen als die menigte van vorige week die het Capitool bestormd heeft en die, ik begreep, de handboeien voor Nancy Pelosi had bij zich gehad en die van plan was om Mike Pence op te hangen. Nou, ja, ik zal verder niet zeggen wat ik daarvan vind, maar het was wel een beetje gek. Stel u voor dat Lodewijk de 16e in Frankrijk degene was geweest die de woedende menigte opdracht had gegeven om de Bastille te bestormen. Daar kunt u denk ik best mee vergelijken. Dat het zittende staatshoofd in feite een menigte opjuimt om vervolgens de andere tak van het democratisch bestuur van het land eens fijn, kort en klein te maken. U heeft ook die wonderlijke figuren gezien die daarbij zijn. Ze hebben al zoveel foto's van elkaar gemaakt dat ze nu geleidelijk aan allemaal landelijk opgepakt worden, omdat we ze allemaal hebben gezien op de televisie. Daar zit u aan. Mocht u iets bestormen, mocht u ergens geweld gebruiken, diefstal uitvoeren, zorg dat u niet een gezellige selfie maakt met de konuiten, want dat betekent dat u op korte termijn kunt worden opgepakt. Hoe zou Biden in feite de temperatuur van het land kunnen verlagen? Ik moet u zeggen, ik ben daar niet echt verschrikkelijk opgewekt over. Ik durf niet helemaal te voorspellen hoe de Republikeinen zich op zullen stellen in het congres in de komende 2 jaar, maar obstructie, sabotage, stokken in de wielen, dat is eigenlijk hun normale default wijze van opereren. Dus de kans dat ze echt serieus met Biden gaan samenwerken op het punt van structurele maatregelen, ik weet het niet. En dan, vergeet dat niet, Trump loopt vrij rond. Trump mag niet meer twitteren, maar hij zal in no time een of ander kanaal vinden waarlangs hij zijn zotte opvattingen toch verder kan verspreiden. En we hebben gezien dat een groot deel van zijn electoraat bereid is om voor hem door het vuur te gaan. Want vergeet één ding niet, bij de verkiezingen van afgelopen november heeft Trump 11 miljoen stemmen meer gekregen dan hij in 2016 had gekregen.
Dus na 4 jaar van onbeschrijfelijke leugens, van totale incompetentie, van de meest merkwaardige operetteopvoeringen, van de meest wonderlijke toestanden, niet waar, heeft hij 11 miljoen stemmen extra gekregen. En dat komt eigenlijk omdat hij een soort symbolische figuur is voor heel veel blanke Amerikanen met een lage opleiding. Staat hij voor herstel van wat ooit in hun ogen het geweldige Amerika was. En u moet daarbij denken aan het Amerika van de jaren 50. Het Amerika waarin minderheden nog niets te vertellen hadden en waarin die in feite die blanke Amerikanen, ook de blanke Amerikanen uit de lagere middenklasse, arbeidersklasse, niet waar nog het dominante element waren in het land. Die hebben het gevoel dat ze iets kwijt zijn geraakt. Vandaar dat ze ook vaak roepen, give my country back. Beetje een rare uitspraak natuurlijk, want ja, wat is er dan met dat land gebeurd in de tussentijd? En zou het dan nu in handen zijn van een heel andere persoon? Nou, dat is allemaal een beetje rare retoriek, maar daar staat Donald Trump voor. Dat verklaart ook dat hij een waardeloze president is geweest, die in feite juist in sociaal-economisch opzicht niets heeft gedaan voor dat electoraat. Dat betekent eigenlijk bij dat symbolische karakter van zijn presidentschap niet zo verschrikkelijk veel. Hij is het symbool van wat het was ooit en wat het zou kunnen worden als hem zijn magistrale verkiezingsoverwinning niet was ontstolen. Zo moet u eigenlijk de sentimenten zien van die groep van mensen. Uit onderzoek blijkt dat een meerderheid van zijn kiezers daadwerkelijk gelooft dat Trump had gewonnen. Die zullen niet 1, 2, 3 van die opvattingen afstappen. Ik denk dus dat Trump nog een heleboel lawaai kan maken, dat als hij het een beetje organiseert, dat hij ook de media daarbij wel in kan zetten. En we moeten constateren dat de journalisten een obsessieve interesse altijd hebben gehad in het halfgare gedrag van Trump. Dus Trump is nog niet weg. Trump zal er zijn als een soort stoorzender. Ik weet niet hoe je het zou moeten beschrijven, als een soort hondsdolle politicus uit het recente verleden. Zoiets moet het zijn. Trump zal ook zijn positie in de Republikeinse Partij niet zomaar willen opgeven. Daarom is het al heel opmerkelijk dat sommige Republikeinen nu zeggen dat ze in principe wel bereid zijn om voor zijn impeachment te stemmen. Zij hopen natuurlijk, sommige Republikeinen hopen dat ze hem dan kwijt kunnen raken. Dan kunnen ze zijn electoraat blijven mobiliseren. Maar dan zijn ze de halve garen zelf, niet waar? De heiland die hen voorgaat, die zijn ze dan kwijt. Maar of dat soepel gaat verlopen, of Biden inderdaad die temperatuur zou kunnen verlagen, of de polarisatie in Amerika minder zal worden, ik betwijfel dat in hoge mate. En dat heeft iets te maken met de diepere oorzaken van die polarisatie in de Verenigde Staten. Een van de hoofdoorzaken van die polarisatie, dat is de enorme inkomensongelijkheid die ontstaan is in de Verenigde Staten sinds 1980, sinds de verkiezing van Ronald Reagan. Dat heeft twee oorzaken, namelijk dat fiscaal gesproken de rijken steeds minder belasting zijn gaan betalen, maar dat heeft ook als oorzaak dat er simpelweg te weinig maatregelen zijn genomen om bij die groepen waarvan het inkomen explosief is toegenomen, een deel van het inkomen ook af te romen. Wat dat betreft is er in Amerika een heel sterk idee, elke vorm van belastingbetaling is diefstal. Mocht u thuis meeknikken bij deze mededeling, dan moet u eens diep nadenken over hoe Nederland eruit zou zien als u geen belasting zou betalen en zoals u, zoals zoveel ongelukkige Nederlanders, net over de Belgische grens zou gaan wonen, omdat u geen puf hebt om de Nederlandse inkomstenbelasting te betalen. Naar mijn idee een uniek signaal van sociaal-culturele ellendigheid, als ik zo vrij mag zijn. Ik hoop dat er ook Nederlandse kijkers in België zijn. Misschien kunt u morgen reeds uw prachtige villa te koop aanbieden en terugkomen naar het vaderland waar u al dat geld verdiend heeft, waarmee u de Belgische villa heeft gefinancierd. Sorry dat ik even afdwaalde. Ik wil maar zeggen, niet alleen in Amerika doen ze deze verschijnselen voor, maar in Amerika zijn ze wel heel erg ernstig. Want die enorm gegroeide inkomensongelijkheid, die heeft als een van de oorzaken
dat een aanzienlijk deel van de Amerikaanse middenklasse en een nog groter deel van de Amerikaanse arbeidersklasse er feitelijk qua inkomen in de afgelopen 40 jaar nauwelijks op vooruit is gegaan. Er is een klein beetje progressie geweest in de laatste jaren van sterke bloei van de Amerikaanse economie, die lang niet alleen het gevolg was van het beleid van Trump. Laat ik dat direct veiligheidshalve even bijzeggen. Dus er zijn grote groepen in Amerika die in feite veel minder geld, die er niet op vooruit zijn gegaan. Er zijn allerlei groepen, maar niet allerlei. Er is een groep die er enorm op vooruit is gegaan. Dat is de bovenste paar procent van de Amerikaanse bevolking. En dat heeft ook te maken met opleidingsniveau. Dus eigenlijk die mensen die in Amerika niet veel meer hebben dan high school, of zelfs een high school niet hebben voltooid, die zitten eigenlijk op de arbeidsmarkt zitten die moeilijk. Die kunnen geen aantrekkelijke banen vinden. In Amerika is die inkomensongelijkheid sterk gerelateerd aan het inkomensniveau. En dat heeft tot dramatische verschijnselen geleid, daar waar in feite werkgelegenheid verdwenen is en een deel van de blanke arbeidersklasse eigenlijk structureel werkloos is geworden. En dus een enorme val heeft gemaakt in sociaal-economische status, maar ook vooral in inkomen. Dat zijn problemen die in Amerika veel extremer zijn dan in West-Europa. En dat heeft te maken met de rol van de overheid in de Verenigde Staten en in West-Europa. Als je bijvoorbeeld in Nederland kijkt naar inkomensongelijkheid, dan zult u zien dat op bruto niveau die inkomensongelijkheid nogal groot is en ook wel is toegenomen. Maar op het netto niveau, dus na betaling van belastingen, heffingen, nou ja, ga zo maar door, niet waar, dan nemen die verschillen in Nederland en in andere West-Europese landen sterk af. Maar dat is in Amerika niet het geval geweest. Dus er zijn in de Verenigde Staten relatief grote groepen die er niets op vooruit zijn gegaan, waar de werkloosheid structureel sterk is toegenomen. En dat is ook weer gerelateerd aan het feit dat ze in feite te weinig onderwijs hebben genoten om in een moderne arbeidsmarkt een vitale positie te kunnen innemen. En dan zijn er nog twee factoren die daarbij ook een rol spelen. Ja, u moet geduld hebben met deze structurele analyse, want anders begrijpt u niks van het huidige Amerika. Die problemen zijn verreweg het ergste in wat in Amerika heet de Great American Heartland. Dat wil zeggen dus niet aan de oostkust, niet aan de westkust en bovendien ook niet in de grote stedelijke centra. Daar draait Amerika eigenlijk heel behoorlijk. U moet denken aan een betrekkelijk kleine stad ergens in Nebraska of ergens in Kansas, ergens in de Prairie States of in de High Plains States. Ook weer afhankelijk, is de stad groot, is er meestal niets aan de hand. Neem Denver in Colorado, dat is een bloeiende stad. Ook de reden dat Colorado van republikeins democratisch is geworden. U gaat naar Boston, u zult zeggen, er is hier toch niets aan de hand. Dit is toch een superdraaiend land. Idem dito, u kunt naar allerlei plekken in Californië gaan. Weliswaar ziet u daar ook veel daklozen, maar toch. Daar ziet u dat het eigenlijk economisch in feite niet zo slecht gaat. Dus het is dat enorme Amerika tussen de twee kustgebieden en afgezien van de grote stedelijke centra. Zoals overal in het Rijke Westen groeien de steden. De cities are booming. Dat is in Nederland net zo als het in de Verenigde Staten is. Maar in Nederland worden de sociaal-economische gevolgen van het proces, die worden afgedempt doordat wij een veel actievere overheid hebben, die veel meer doet dan belastingheffing en allerlei uitkeringen en allerlei, het gaat ook wel eens helemaal fout, dat is heel wat anders. Maar dat is een heel ander soort beleid en benadering van het sociaal-economische probleem dan in de Verenigde Staten. Daar is het toch in hoge mate geweest, ieder voor zich en God voor ons allen. Daar zijn veel te weinig sociale maatregelen genomen om de gevolgen van structurele sociaal-economische ontwikkelingen van de afgelopen halve eeuw, om die behoorlijk op te vangen. Nogmaals, je ziet die problemen vaak ook in Europa. U kunt dat stadje in Nebraska, wat ik noemde, als u daar door Main Street zou rijden, zou u zien een groot deel van de winkels is dichtgetimmerd. Dat zijn problemen die ook in West-Europa voorkomen. Denkt u aan een kleine Franse stad met één staalfabriek.
Die staalfabriek is dichtgegaan, ergens in de afgelopen 30 jaar. Daar is niets voor in de plaats gekomen. En zo'n stadje is ten dode opgeschreven. Parijs niet, dat is een booming city. Of Rennes of Lyon, daar had het allemaal prima. Maar die gele vestjes, weet u nog wel, die maillot jaune, die zijn in feite, dat zijn mensen afkomstig van het platteland of uit kleine steden, waar ze te maken hebben met stagnerende sociaal-economische ontwikkelingen. Dat verschijnsel is in Amerika nog veel sterker in de Great American Heartland. En dan heb ik nog natuurlijk een factor niet genoemd die in Amerika altijd een rol speelt. Dat is het ingrijpende, pijnlijke, altijd etterende geboortedefect van de Amerikaanse Republiek. Dat is de kwestie van de aanwezigheid van een zwarte bevolking die daar is vanwege de slavernij waarmee de Republiek ooit gestart is. Je zou eigenlijk Amerika kunnen vergelijken met een beeldschone jonge vrouw die geboren is met een ernstig defect. En dat ernstige defect, dat is de slavernij. Want zoals u weet is er eerst een heel tijdje gedoogde slavernij geweest. Daarover is de burgeroorlog gevoerd. Door de burgeroorlog zijn de zwarten geëmancipeerd geraakt. En vervolgens zijn ze in de tijd na de burgeroorlog vervolgens systematisch en gewelddadig onderdrukt in een soort Amerikaans apartheidssysteem. Segregatie geheten. Dat wil zeggen dat voor de zwarte, als je ergens een kraantje had waar water uitkwam, in een publieke gelegenheid, dan was er een kraantje voor zwarte en dan was een kraantje voor blank. En dat was overal zo. Zwarte zaten achter in de bus, blanken zaten voor in de bus. Als er geen plaats meer over was en er stapte een blanke passagier in, moest een zwarte passagier opstaan en gaan staan, omdat er een blanke passagier moest gaan zitten. U begrijpt, een gruwelijk systeem. Daar is wel verandering in gekomen in de loop van de jaren 60 in het bijzonder, maar toch minder. Racisme speelt een dominante rol in de Amerikaanse politiek. Want die blanke bevolking waar ik het over gehad heb, die dus echt structurele problemen heeft, sociaal-economische problemen, die heeft ook het gevoel dat minderheden, de zwarte minderheid, de Latino-minderheid, dat die voorgetrokken worden en dat hun ellende deels het gevolg is van het feit dus de ellende van die blanken, dat het gevolg is van het voortrekken van die minderheden. Vandaar dat je ook bijvoorbeeld bij die bestorming van het Capitool, dat was heel interessant dat u daar in een van die zalen van het Capitool zag u allerlei van die betogers rondlopen met de Confederate flag. Dat wil zeggen de vlag van de voormalige zuidelijke staten die de burgeroorlog hebben verloren. En die vlag, dat is met zo'n kruis erop, die vlag is in Amerika altijd het symbool van racisme. Altijd en overal. Als u die ziet, dan weet u, dit zijn mensen die vinden dat de zwarte flink onderdrukt moeten worden, want dat is het enige waarmee ze begrijpen hoe het de ware verhoudingen in elkaar zitten. Dus ook hier ziet u dat het is een gestapeld probleem. Het is een sociaal-economisch probleem, maar het is ook een probleem wat te maken heeft met de fricties tussen de verschillende minderheden in de Verenigde Staten en die grote, bijna minderheid van de blanke bevolking die zich achtergesteld voelt, die zich ongehoord voelt. Dat zijn de lui die Trump in 2016 aan de macht hebben gebracht. Wat betekent dat voor het beleid? Dat is natuurlijk een hele lastige zaak. Want dan betekent dat je eigenlijk iets moet gaan doen aan die inkomensverschillen in de Verenigde Staten. A en B, dat je een veel socialere politiek moet gaan voeren om die problemen in principe aan te pakken. En om die mensen die zich achtergesteld voelen, om die in feite een soort toekomst te bieden. Dat kan ook door middel van betere kansen in het onderwijs. Het onderwijs is vaak, zeker op college niveau in Amerika, peperduur. Dat zou natuurlijk ook niet zo moeten zijn. In Nederland kun je relatief goedkoop studeren. U vindt het misschien hartstikke duur, maar het is relatief goedkoop. Dat zijn allemaal dingen, dames en heren, waarvoor zeer omvangrijke, complexe wetgeving noodzakelijk zou zijn. Waar een aanzienlijk deel van de Amerikaanse bevolking zich tegen zou keren. Want je hebt in Amerika een soort onderliggend idee dat de overheid niet deugt. De overheid die doet nooit wat goed. Als u denkt, hoe komt dat nou dat ze dat denken? Ten eerste is dat heel oud
in de Verenigde Staten en heeft iets te maken met de manier waarop die natie tot stand is gekomen, maar het heeft ook iets te maken met het feit dat de Republikeinen sinds Ronald Reagan een systematische anti-overheidscampagne hebben gevoerd. Wat zei Reagan altijd? Het ergste wat u kan overkomen is dat de overheid tegen u zegt, wij zijn hier om u te helpen. Dan weet je zeker dat je volgens Reagan van de wal in de sloot wordt geholpen. Dus dit is een probleem, die inkomensongelijkheid en met name de daaraan gekoppelde problemen van te weinig onderwijs en van minderhedenproblemen, van racismeproblemen. Dat is iets wat natuurlijk deels al lang bestond en bovendien in de afgelopen 40 jaar veel erger is geworden. U begrijpt eigenlijk wel, dat is niet in die komende twee jaar te verhelpen. In die zin zijn grote problemen in Amerika samenhangend met die polarisatie. Niet waar. Dat is niet 1, 2, 3 op te lossen. Je zou een ingrijpend, totaal ander beleid moeten voeren over een relatief lange periode om dat te realiseren. Daarvoor zouden grote, solide meerderheden noodzakelijk zijn in het Huis van Afgevaardigden en in de Senaat en vanzelfsprekend liefst democratische presidenten. Want een enkeling van u die er iets van af weet, die zal zeggen, ja maar Franklin Roosevelt die heeft toch in de jaren 30 de New Deal op de rails gezet. Dat heeft toch heel vergaande sociaal positieve effecten gehad. Daar heeft u groot gelijk in, dat is waar. Er is geen betere periode geweest, politiek en sociaal, in de Verenigde Staten, als de periode van 1932 in feite tot ergens in halverwege de jaren 70. Maar, als u er weinig van af weet, kijk dan nog eens even op de Wikipedia. Laat u niet afschrikken door die kletspraat dat allemaal heel slecht is en zo. Die Wikipedia is een wereldwonder. Desnoods stort u ook wat op de Wikipedia. Dan zult u zien dat Roosevelt vanaf 32 gigantische meerderheden had in huis en in senaat. Er is een moment geweest, ik geloof in 36, dat de Republikeinen in de senaat nog 16 man over hadden. De hele rest waren toen iets minder staten dan nu, maar de hele rest was democratisch. Kijk, vanuit zo'n standpunt kun je functioneren. Dan is er nog een punt, dat heb ik nog vergeten te noemen. De Republikeinen hebben eigenlijk vanaf de jaren 70 een systematisch, keihard anti-vakbondsbeleid gevoerd. Dus op heel veel plekken zijn de vakbonden in feite gewoon de fabrieken uitgejaagd. Er is ook allerlei wetgeving aangenomen om het functioneren van de vakbonden in feite onmogelijk te maken. En dat betekent dat je een van de partijen in het grotere overleg, niet waar, tussen werknemers, werkgevers en overheid, die heb je de facto geëlimineerd. In Nederland doen de vakbonden, zoals u het waarschijnlijk weet, ook niet verschrikkelijk goed, behalve bij overheidsdienaren, daar doen ze het geweldig goed. En dat is een probleem in Amerika, dat de macht van de vakbonden zodanig is afgenomen dat zij hun traditionele rol in de samenleving niet meer behoorlijk kunnen vervullen. Dus verwacht sociaal-economisch gezien niet al te veel van die twee jaar die Biden voorlopig heeft om iets te ondernemen. En dan moet hij nog verdomd snel uit de startblokken. En ze moeten zorgen voor behoorlijke wetgeving. Ze moeten natuurlijk ook kijken of ze niet toch een samenwerkingsverband met de Republikeinen kunnen ontwikkelen. Ze moeten het proberen, maar moeten zich niet om de tuin laten leiden. Want de Republikeinen zijn hele vilijne spelers van dit spel. Obama dacht ook dat hij sommige Republikeinen wel kon verleiden om voor Obamacare te stemmen. En die Republikeinen hebben de hele tijd net gedaan of ze dat zouden gaan doen. Ja, misschien toch wel, nog een beetje van dit en een beetje van dat, dan zouden ze het misschien wel doen. En toen op het laatste moment, en het was bijna te laat, zeiden ze, nee, we doen het toch eigenlijk maar niet. We stemmen er toch eigenlijk maar niet voor. Dus dit ligt allemaal enorm gevoelig. Ik heb nu nog maar één aspect genoemd van al datgene wat er in Amerika in de afgelopen 40 jaar is fout gegaan. En dat is het aspect dus van de inkomensverschillen gerelateerd aan kansen op de arbeidsmarkt, gerelateerd aan onderwijsniveau. Dat speelt een steeds belangrijker rol. Dat zijn problemen die ook in West-Europa bestaan. Maar nogmaals, in West-Europa stuurt de overheid vaak zodanig bij dat de verschijnselen niet die crisisachtige proporties krijgen als ze in Amerika hebben gekregen. Ja, u ziet, ik moet even een slokje thee nemen.
Want anders loop ik vast. Wat zijn de twee andere grote problemen waar Amerika mee worstelt? Laat ik beginnen met de medische zorg. De medische zorg in de Verenigde Staten die kost meer dan enige andere medische zorg in een beschaafd land. Dus als je het vergelijkt met West-Europese landen, waar in het algemeen een heel behoorlijke medische zorg is, vergelijkend met Canada. Sowieso, de vergelijking met Canada is altijd enorm interessant. In allerlei opzichten lijkt Amerika natuurlijk op Canada. Het is een gigantisch groot land en er zijn ook heel veel mensen met vuurwapens en er zijn ook heel veel beren waar je eventueel op kunt schieten in Canada. Maar Canada is een land wat politiek en sociaal-economisch in feite beter georganiseerd is dan de Verenigde Staten en dus ook veel beter en evenwichtiger en socialer kan functioneren. Het is natuurlijk wel zo dat het verschil demografisch gigantisch groot is, want ja, ik weet niet precies hoeveel mensen er in Canada wonen, maar heel veel meer dan 40 miljoen zullen het er niet zijn. En het is wel op een heel groot oppervlakte. Canada is zelfs, dacht ik, op elkaar oppervlakte iets groter dan de Verenigde Staten. Maar daar wil ik van, nou, maar kunt u zelf even leuk, het is leuk thuis om op te zoeken. Dan zorg ik dat er een vraag over dus in de slimste mens over wordt gesteld. En dan kunt u thuis roepen, zie je wel, ik wist het wel. Het is het. Het is dus of het is zo. 37 miljoen inwoners. Ach, Canada heeft 37 miljoen inwoners. Ik had dat nog iets te hoog geschat. Ik zat iets boven de 40 miljoen. Ja. 37 miljoen inwoners. En de oppervlakte is bijna 10 miljoen vierkante kilometer. Kijk, dat is nog eens wat. Mocht u de ruimte zoeken, mocht u ergens in de Randstad wonen, in een Phoenix-wijkje, mocht het u benauwen, u bent van harte welkom in Canada. Ik kan u verzekeren, een West-Europeaan die wat kan, het kan niet schelen wat, u kunt timmeren, u heeft journalistieke vaardigheden, u kunt computers bedienen, u kunt zo vertrekken naar Canada, u mag meteen naar binnen, u kunt een geweer kopen en op de berenjacht gaan, het is alle ruimte van de wereld. Trouwens, als u toch van plan bent om te emigreren, u bent ook in de Scandinavische landen, bent u van harte welkom. Kan ik u verzekeren. Want reken maar even uit hoe groot Zweden is. U telt Noorwegen erbij. Voor de lol doen we er Finland en Denemarken ook nog bij. Dan heeft u in totaal dus 4 miljoen plus 10, dus 14 miljoen plus 5, dus 19 miljoen. Heeft u 23 miljoen inwoners voor heel Scandinavië, inclusief Finland. Hè? En dan denkt u aan Nederland, wat niet veel groter is dan zo'n kwiekeiland daar ergens in Denemarken. Nou, dat is nou een beetje overdreven, maar goed. Dan denkt u even aan Nederland, wat geen bal voorstelt. We hebben 17 miljoen inwoners en we zijn hard op weg naar de 18 miljoen. U kunt trouwens ook naar Drenthe emigreren, want daar is het ook eigenlijk relatief rustig. En daar heeft u ook vaak dat u om u heen kijkt en denkt, zo hé, ik wist niet dat dergelijke prairielandschap in Nederland nog mogelijk waren. Maar goed, ik dwaal af van mijn thema. De medische zorg. De medische zorg kost in Amerika bijna 1/5 deel van het bruto product en heeft eigenlijk niet zulke beste effecten. Dat we zeggen, een flink deel van de Amerikanen is helemaal niet verzekerd. En als je verzekerd bent, zijn er allerlei beperkende bepalingen met familiekwalen en ze hebben allerlei contracten waardoor je eruit gegooid wordt of niet. Als je in Amerika echt heel erg ziek wordt en je bent niet feilloos gedekt door een of andere, door de overheid, lokaal of federaal gedekte verzekering, dan ben je dus sigaar. Dan moet je tenslotte je huis verkopen en dan eindig je in een bungalowtent onder een viaduct ergens. Heel merkwaardig, in Amerika zie je vaak onder de viaducten, zie je vaak een soort van kleine tentendorpen, waar dus de daklozen zich in Amerika ophouden. Dus die Amerikaanse gezondheidszorg, die is eigenlijk, dat is een systeem eigenlijk waar dus de spelers, en dat zijn dus niet de huisartsen, die hebben het in Amerika vrij matig, maar medisch specialisten, ziekenhuizen, verzekeraars, de leveranciers van de technologieën, de farmaceutische industrie, die verdient giga aan de Amerikaanse medische zorg. Die is buitengewoon slecht georganiseerd als we het bezien vanuit het perspectief van de patiënten.
En dan moet u weten dat de Republikeinen alle zeilen bijgezet hebben in de afgelopen jaren om Obamacare, wat het voordeel had dat het toch een aantal miljoenen mensen extra had verzekerd, om dat te torpederen. Ik kan u erbij zeggen, zonder ook maar enig alternatief te hebben. Ze waren graag bereid om 23 miljoen mensen te beroven van hun ziektekostenverzekering, zonder daarvoor iets in de plaats te kunnen stellen. Dat is toch een vorm van onverantwoordelijkheidsbesef, gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel, wat zo ernstig is dat je vaak als West-Europeaan je handen ten hemel heft en je denkt, hoe is dit gods mogelijk? Maar ja, dat is ieder voor zich en God voor ons allen. Dat is het idee. En de federale overheid, ja, belastingtechnisch niet waar, is de federale overheid wel heel wat rustiger dan onze Nederlandse overheid. Dat heb ik vaak gezegd. Ik vraag vaak aan mensen, bent u miljonair? Overigens zeggen ze nooit dat ze het zijn. In Nederland zijn mensen doodsbenauwd om te zeggen dat ze miljonair zijn. Ik weet niet precies waarom, maar dat maakt geen goede indruk bij ons. Maar als u miljonair bent, en zeker als u de ruimte ook zoekt, dan zou ik zeggen, emigreer naar de Verenigde Staten. Als er één land is wat georganiseerd is voor miljonairs, door miljonairs, dan zijn het de Verenigde Staten. Het is een fantastisch land als u in de absolute top van de inkomenspyramide zit. Fantastisch. Het is ongelooflijk hoe mooi dat wel niet is. Ik weet niet, u heeft waarschijnlijk wel eens gehoord van Warren Buffett. Dat is eigenlijk een van de meest succesvolste beleggers aller tijden. Ik geloof dat hij over een vermogen beschikt van 40, 50, 60 miljard dollar of iets in die geest. En Warren Buffett zegt vaak, ik zou graag wat meer belasting willen betalen. Maar ja, de heffingen zijn zodanig dat mijn secretaresses, die moeten meer belasting betalen relatief gezien dan ik. Dus een multimiljardair betaalt relatief minder belasting dan iemand die eenvoudig achter de typemachine zit of achter het toetsenbord van een computer. Timo Haber vraagt trouwens, ben u miljonair, meneer Van Rossum, in de chat? Ben ik miljonair? Dat hangt er erg vanaf wat je meeneemt bij het beschouwing over de vraag of je miljonair bent. Zou ik mijn woning meetellen hier in Utrecht, dan ben ik, zonder dat ik daar eigenlijk erg veel voor gedaan heb, vanzelf miljonair geworden. En dat heeft te maken met het huizenprijzenprobleem in de Randstad in Nederland. Dat leidt tot allerlei structurele verschijnselen die eigenlijk nogal onwenselijk zijn. En dat heeft te maken met het feit dat er in Nederland veel te weinig gebouwd is in de sectoren van, in de huissectoren waar grote vraag naar is. Ja, wat doe je daaraan? Daar hebben we gewoon te weinig op gelet. Na de kredietcrisis is feitelijk de bouwerij vrijwel volledig ingestort. Die moest opgestart worden, maar heel veel mensen zijn daar in feite verdwenen. Dus ben ik, ja, als ik mijn huis vanavond nog te koop zet en ik weet zeker dat het bestormd zal worden door bezichtigers. Ik ben het waarschijnlijk in een dag kwijt of zoiets dergelijks. Tom kan getuigen dat het een heel aantrekkelijk huis is om te zien. Ga nou niet vertellen waar het is, maar goed. Nee, maar er staan wel een mooie titeltjes staan er boven op het huis. Oh ja? Je bedoelt de naam. De naam. Ja, mijn naam staat. Ja, dat is voor de postbode. Hè? Nee, ik bedoel, ieder huis heeft een naam toch in jullie straat? Ja, ieder huis heeft een naam behalve ons huis. Ieder huis heeft een. Wij konden het niet eens worden over de juiste benaming van ons huis. Want mijn vrouw vroeg, wat vind jij dat erop moet worden gezet? En toen zei ik, huizen de chaos. Maar dat wou mevrouw niet. Die vond dat niet passen eigenlijk. Die wou iets anders. We gaan eventjes kijken naar wat vragen die je... Ja, ik ben nog niet helemaal klaar met mijn betoog. Dus ik geef nog even een Oh, dat mag ook. Dat de medische ook. Zorg. Daar zal Biden ook op termijn iets aan moeten doen. U begrijpt alweer een gigantisch, extreem complex probleem. Hoe ga je in Amerika... prijzen van geneesmiddelen idioot hoog zijn, hoe ga je dat aanpakken? Dat zal niet meevallen, want dat is wettelijk geregeld. En dan is er nog een probleem waarvan, als u er ooit geweest bent in dit prachtige land, in allerlei opzichten nog steeds qua inkomen per hoofd een van de allerrijkste landen ter wereld, dan zal het u opgevallen zijn wat een shabby, ingestorte, verroeste, klunzige boel het vaak is in de Verenigde Staten. Ik heb op plekken gestaan waar ik dacht,
heb iets fout gedaan in mijn reisschema. Ik ben nu in Guatemala. Het kan niet anders. Dit is zo'n troep. Dit is zo'n oude, smerige bende. Dit moet wel de derde wereld zijn. Hè? Ik wil nou niet de vorige, de nog zittende president met zijn shithole countries citeren. Maar dat dacht je wel eens in de Verenigde Staten zelf. Is dit niet misschien een shithole country? En dat komt omdat er in Amerika in de publieke zaak in de afgelopen halve eeuw veel te weinig is geïnvesteerd. Er staan allerlei bruggen staan op instorten, er zitten gigantische gaten in de weg. Het is vaak van een onbeschrijfelijke treurigheid. Ja, niet in Boston en niet in die steden in Californië of in Portland, in Oregon. Niet in Seattle. Hè. Als u wil emigreren, kan u een paar hele aantrekkelijke steden aanwijzen waar u zo heen kunt. U voelt zich happy. Als u niet zo taalafhankelijk was als ik, dan zou u daar zo naartoe kunnen. Of u ook in Amerika welkom bent. Ik zou Canada nemen als ik u was. Vancouver, prachtig gelegen. Prachtige stad. Schatrijk. U bent van harte welkom. Maar ja, in Oslo ook. Ik zeg het er maar even bij. Dus we hebben hier drie kwesties. Dat is inkomensverschillen, gezondheidszorg en infrastructurele investeringen die echt zeer, zeer dringend, ingrijpend ander beleid vragen. Zal dat ervan komen? Op zijn best kan Biden een beginnetje maken, maar niet veel meer dan dat. En dan komen nu de vragen, geloof ik, en dan ben ik aan de hele buitenlandse politiek nog niet toegekomen. Dat zal ik voorlopig in één zin neerzetten. Biden zal proberen in de buitenlandse politiek de ergste schade die de Trump heeft aangericht om die enigszins te repareren. Hij komt naar Europa om te zeggen dat hij ons best aardig vindt, heel anders dan Trump daarover dacht. En hij zal ook in de NATO zeggen dat ze nog steeds de beste bedoelingen hebben. Hij zal waarschijnlijk toetreden tot het Parijse akkoorden waar Amerika zich uit had teruggetrokken. Dus ja, er zal een zekere normalisering plaatsvinden. Al is het de vraag of Amerika ooit weer, niet waar, die fameuze leader of the free world zal worden die het ooit was. Dat betwijfel ik eerlijk gezegd.